verliezen met 1-0 in de laatste minuten, dat is wel zuur, hè? Ja, die is heel zuur. Die is heel zuur. En dat is iets waar je altijd bang voor bent als het 0-0 staat. En je niet in de wedstrijd zit, dan wordt het een lastig verhaal. En als die dan in de laatste minuut inderdaad valt, ja, dan is het zuur. Eerste helft was je misschien iets de bovenliggende partij. Maar de tweede helft viel de dubbeltje naar meer de Alfia kant, hoor. Ja, daar ben ik wel mee eens. Ik vond wel tot het over de hele wedstrijd gezien ging het gelijk op. Alleen ze schoven al snel één man door. Waardoor wij daar in het begin niet mee om konden gaan. Als je dan kijkt van de aantal kansen die er dan over en weer hebben plaatsgevonden, dan dacht ik zelf, nou, gelijkspel zal meer op zijn plaats geweest zijn. Is niet zo het geval geweest. Want ik vind zelf dat we de tweede bal gewoon niet hebben gewonnen in de tweede helft. Dan nog even, je hebt een paar weken geleden heb je aangegeven dat je weggaat, vrij vroeg. De reden daarvan? Nou ja, goed, we waren er al, althans het bestuur als ik waren er op zich heel snel uit. En we waren al van mening dat vorig jaar, dat als er een vierde seizoen komt, dan moeten we er al heel snel mee om de tafel gaan zitten. Want we zijn dan denk ik al in zo'n danige stadium tot we kunnen aangeven wat we gaan doen voor volgend jaar. Nou, dat hebben we van beide partijen uit hetzelfde uitgesproken. Dus vandaar, waarom zou je er langer mee wachten? Maar dit mag geen invloed op de prestaties zijn, hè? Nee, dat klopt ook. Dat zal zeker geen invloed erop uitoefenen. Want het is de bedoeling dat wij gewoon dat aankomende seizoen en de wedstrijden die eraan komen, gewoon met dezelfde inzet en dezelfde instelling tegemoet gaan. Want nu heb je 6 punten. We kunnen spreken over geen al te beste seizoenstart. Er moet nog heel wat werk verricht worden. Ja, dat heeft inderdaad wel een hoop werk. Maar ja, je moet ook kijken en reëel blijven van oké, wat voor kwaliteit heb je nu op dit moment in huis? En met die kwaliteiten zal je aan het werk moeten. En daar zijn we nu druk mee bezig. We hebben behoorlijk wat moeten inleveren. Nogmaals, ik verschuil me er niet achter, want dat is de realiteit en daar heb je mee te maken. Maar het is wel, als je een vergelijking gaat trekken met de voorgaande jaren en je te vergelijkt dat met dit seizoen, ja, dan zijn dat wel de verschillen. Doelstelling voor jou? Nou ja, de doelstelling is proberen gewoon op termijn veilig te spelen en dan zien we het wel. Kenneth, volgende week staat er weer een nieuwe wedstrijd. Je mist spelers of niet? Nou ja, goed, de bekende namen die mis je, die zal je ook blijven. Maar niet zijn er vandaag bijgekomen? Nee, voor de rest is er niemand bijgekomen. En het is zaak om gewoon door te gaan met de groep die we nu op dit moment hebben staan.